Vandaag speel ik een zeer verwarrende game uit mijn jeugd. 94% van alle Nederlanders zijn ooit in de Efteling geweest. Jij waarschijnlijk ook. Maar in deze videogame kan je nog een keer naar de Efteling. Alleen je snapt er waarschijnlijk de ballen van. Volgens mij heeft nog nooit iemand deze game uitgespeeld. Maar vandaag ga ik een semi-kansloze poging wagen. Ik ga voor Twinkelteefje. Want dat is precies wat ik ben. De game is soort van, denk ik, aan het opstarten. Hey! Je rolt gewoon in één keer Pardoes' laboratorium binnen. Ja, dit is eigenlijk al het punt dat zelfs met 26 jaar oud ik denk, huh? The fuck? Yo, Pardoes. What's up? Wat? Wat moet ik doen, yo? Wat? Huh? Zoals je waarschijnlijk kan zien is het een soort point-and-click game. Alleen niemand weet waar je moet pointen en waar je moet klikken. What the fuck moet ik doen, Pardoes? Kun je even helpen of zo? Ik wil in ieder geval weg uit je matige laboratorium met een park in. Kan dat? Oké. Dit is goed. Denk ik. Toch? Dit is goed. What the fuck? Ik kan... En nu? Heb ik het dan nu bij me of zo? Nee. Oké. Weird. Probleem is gewoon dat er gewoon te veel shit is om op te klikken momenteel. Kom, mijn vriend. Zorg dat je de oplossing vindt. Welke oplossing? Wat? What the fuck? Oké. Dus foto's klikken is goed of zo? Als ik fluit, komt belletje bel. The fuck? Oké. Nee, blijkbaar kan je hierop drukken. Dat is al zo ver gezocht, joh. Hoe moet een kind dat ooit ontdekken? Wat is de doelgroep van deze game? Fucking Nobelprijswinnaars! Hè? Oké, we zijn in ieder geval in de grot met de minst realistische fakkel ooit. Kan ik daar vandaan of kan ik daar vandaan? Laten we naar links gaan. Ik wil gewoon even lekker het Efteling Park in... Even de attracties checken. Wat? Nee, dan ga ik wel omhoog of zo. Als ik dan weer terugkom in dat laboratorium, hè? Woest. Ho. What the fuck? Nee, maar echt. What the fuck? Wat moet ik doen, joh? We kunnen hier sowieso iets van een woord mee spellen, maar welk woord? Geen idee. We kunnen gewoon doorlopen. Oké. Ik had ook nog wat werk, een paar coole Efteling feitjes. Maar laten we eerst gewoon daadwerkelijk een beetje proberen verder deze game in te komen. Het coolste Efteling feitje, laat ik die wel meteen even vertellen, aangezien je waarschijnlijk zo meteen gaat wegklikken omdat deze hele video fucking bout is. Waarschijnlijk ga jij in jouw leven nog meemaken dat een kaartje voor de Efteling, hou je bek, Pardoes, 100 euro wordt. In het jaar 2000 was een Efteling kaartje nog 20 euro. Ondertussen steken we meer rond de 45. Als je die trend een klein beetje doorzet. Inflatie, park wordt groter, alles. Waarschijnlijk, als je niet op een gegeven moment redelijk snel doodgaat, ga jij nog een 100 euro Efteling kaartje meemaken. Toen de Efteling begon in 1953 was een kaartje nog omgerekend 36 eurocent. Dat waren tijden. Oké, what the fuck moet ik doen? Verder zoeken in de weetboeken. Ik heb een kaas gevonden. Trammeland, tovertwinkels. Dit is niet goed. Dit is niet goed, hè? Wat moet ik met die kaas doen, joh, Pardoes? Beetje bij beetje. Trammeland, tovertwinkels. Waarom is daar kaas? Dit is niet goed. Waarom is daar kaas? Daar is een raam. Oh, en dan is er opeens een sleutel? What the fuck is dit spel? Het voelt echt alsof de makers van dit spel echt veel meer drugs hebben genomen dan ik. Ze spelen me er gewoon helemaal uit of zo. Nee, is goed. Nou, ik heb wel een sleutel nu, geloof ik. Dus misschien kan ik daadwerkelijk een keer iets oplossen of zo. Kom, mijn vriend. Zorg dat je de oplossing vindt. Ja, maar... Gewoon op alles klikken, bro. Gewoon op alles klikken. Klik gewoon meer. Als het fluit, komt belletje bel. Die vindt de weg wel.
Oh. Ja, roep belletje bel anders maar. Ja! Dat is goed ofzo. Nee! Ik wil niet terug! Probeer de game gewoon te zeggen dat ik weer hier moet zijn, of... Yo, belletje bel, wat moet ik doen, man? What the fuck? Ja, maar oké, maar waar moet ik ze maar heen, Bardoes? Ik heb een kaas gevonden weer. Dat is niet goed! We kunnen teruglopen, misschien kunnen we naar een ander deel van het park. Ja, ik kan vanaf hier nog oversteken of zo. Ja, misschien moet ik gewoon het juiste woord hier gaan spellen of zo. Ik ga het oprecht al heel knap vinden als we hier weg weten te komen. Ik weet het niet, man. Als ik fluit, komt belletje bel. Oké, gewoon niet op Efteling logo's klikken. Dan komt die cupbel, dat mogen duidelijk zijn. Kom, we doen het samen. Bram en Landtover Twinkels, dit is niet goed. What the fuck? Hè? Ik kom gewoon opeens heel ergens anders uit? What the fuck? Sorry, ik snap dat de game magisch is ofzo, maar... Het slaat gewoon zo nergens op. Beetje bij beetje. Kom. Hij zegt ook iedere keer hetzelfde. Waar is mijn sleutel heen? What the fuck? Hey, ik loop wel naar links. Nee joh, is prima. Oké, we zijn hier. Lekker. Wat vooral ook heel onhandig is, is... Kom belletje bel. Wie vindt de weg? Hou je fucking back. Oh, die kant wil ik op. Die kant wil ik op. Wow. Ik wil sowieso richting Monsieur Cannibal. Vooral nu de echte attractie weg is. Lijkt me dat de meest logische plek om te zijn. Oké. Ze hebben hier het beeld alvast weggehaald. Wow. Heel slim. Ga maar lekker zitten, joh. Oh, wow, 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 wow. Dit is heel raar. Monsieur Cannibal. Morir. Nou, dit is weird. Weet je, beetje bij beetje. Je kan verder zoeken in de weetboeken. Wat? Je kan verder zoeken in de weetboeken. Wat lul jij, grap? Ik kan echt niks doen hier, ik kan er niet uit. Ik zit nu gewoon voor altijd in deze pot, terwijl soms dit dingetje open gaat en die guy daar gewoon zit te rukken ofzo. Nee, is goed. Ik haal belletje bel er wel weer bij, hè. Daar is dat voor ofzo. Wat een gezeik dit spel, jongen. Ik ga weer daarheen. Ga ik alweer via die tunnel. Kom ik opeens weer heel ergens anders uit. Zal ik weer eens niet, of wel dan? Nou, ik ben heel benieuwd. Kom maar door, Pardoes. Waar gaan we heen? Huh? Oké, Fata Morgana, very cool. Kan ik erin? Beetje, beetje bij beetje. Wow. Oké. Ik ga vandaag naar onder. Ik veel, joh. Waar komen we dan uit? Oké. Redelijk wat kant om op te gaan. Ik stel voor dat we naar links gaan. Zorg dat je de oplossing vindt. Richting het spookslot. Ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet in deze gimma. Oké. Hier is daadwerkelijk nog een soort concreet doel. Waarschijnlijk moet op een manier... Je kan verder zoeken in de weetboeken. Hou je fucking back, echt. Waarschijnlijk is het een combinatie qua grafstenen ofzo. Nu zijn er maar vier. Via een soort binair systeem kun je het redelijk gauw kraken. Niet iets wat kinderen zouden kunnen doen. Maar hey, ik ben dan ook 26. Soms krijg je bepaalde privileges. 8. 9. Hey! Oké. Cool. Eens even kijken wat daar aan het handje is. Stoel. Kom op, we gaan weg. Oh, we gaan... Ik ben er net, grap. Wow. Wow. Bram en Landtover Twinkels, dit is niet goed.
Nee, dit is een kaars. Dacht ik in ieder geval. Trammeland, tovertwinkels. Dit is niet goed. Het is zo stom dat er zoveel objecten zijn waarmee je kan interacten. Maar als je erop klikt, zegt hij altijd hetzelfde. Dit is precies wat de Freddy Fish Games beter doen. Als je dan op iets klikt, dan zegt Freddy van... Oh, misschien kunnen we dit doen. Of oh, dat is dit of dat. Pardoes zegt gewoon... Weet je wat dit is? Het is niet goed. Oké, Pardoes, ik weet dat het niet goed is, maar... Wat is dan wel goed? Ik heb hem nog een hint geven in plaats van alleen maar een bel toveren die me weer naar het beginscherm haalt. Arrogante zak dat je er bent. Echt, ik heb zo niks aan jou. Je bent zo waardeloos jij, Pardoes. Echt, ik heb zo mijn best gedaan om in dat kasteel te komen. Is er gewoon helemaal niks daar? Ik dacht eigenlijk, yes, ik doe iets goed. Er is progressie of zo. Nee, er is alleen maar verdriet hier. Heel veel ook. Nou, weet je wat? We gaan wel weer door ofzo. Misschien moet ik gewoon eerst de hele map doorlopen en dan opeens snappen we het allemaal. Hier is weer een put om in te gaan. Lijkt me al te goed idee. Kom er nog weer bij de hoofdkamer uit, want ik weet niet of we ooit nog terug gaan komen hier. Aangezien iedere keer als je in putten gaat, kom je gewoon, ja... Oh, daar kon je gewoon heen ook! Je komt daar naar rechts! Het ding is, met al die andere pointer-clicks geven ze heel duidelijk aan waar het pad loopt. Dat is hier ook gewoon een soort verrassing ofzo. Oh, je kon niet naar rechts? Ik had oprecht nog niet eens gezien dat dat kon. Nou, dat kan ook niet. What the fuck? Dus, wist je dat in 2009 de Efteling haar 100 miljoenste bezoeker kreeg? Dat is best bizar als je kijkt hoeveel mensen erin... Zijn er nou gewoon meerdere stukken grot die anders zijn dan ofzo? Ik ging toch omhoog? Mag dat ook al niet meer? Ik vond dat wel een cool Efteling feitje persoonlijk, maar dat ben ik dan weer. Oké, we zijn de trap weer op. We zijn weer bij de Fata Morgana. Steady, steady. Laat die naar links gaan, ik ben daar soort van bekend mee. Spookslotje, oké, laten we gewoon... Kom, mijn vriend. Zorg dat je de oplossing vindt. Ik wou zeggen weer naar links gaan, maar dat is ook geen kant waar je op kan. Je kan alleen maar teruglopen, oké. Sure. Nee, ik dacht dat we van rechts kwamen, maar we kwamen dus eigenlijk van beneden. Bij heel veel andere games loopt het personage van de ene kant het scherm in en uit. En dan snap je dat een heel stuk beter, maar omdat Pardoes de hele tijd zit te teleporten... Snapt niemand wat die guy aan het doen is de hele tijd. Wat is hier dan? Hè? Zeg eens. Oh! Maar natuurlijk! Een fietspomp! Pardoepie doe nog aan toe, man. Hoe pakken wij fietspompen, Pardoes? Wel een praktische oplossing voor dit probleem? Kan dit? Is het een minigame? Oké. Hop. Hey, pas op! Teringlaaier! Wat deed ik verkeerd? Oké, dat kunnen we nog een keer proberen. Dan moet je gewoon heel goed, niet per ongeluk, een boomstam overslaan. Maar hè. Ik zou het geen enkel probleem vinden als de game zegt, nee Rick, hier kan je niet heen. Maar hij kan het wel, maar dan halverwege gaat het gewoon fout ofzo. Ik zie echt niet wat ik ook maar een klein beetje verkeerd doe momenteel. Ik weet het niet, man. Ik weet niet wat dit voor bullshit is. Nee, joh, Pardoes. Prima, vuile poephond. Dan gaan we gewoon weer ergens anders heen. Nou, we zijn nu ongeveer alle kanten geweest. Behalve naar beneden. Gaan we even kijken wat daar zoal te doen is. Hartstikke mooi, hartstikke... Fuck! Kom op, we gaan weg. Oh. Aha, je kan een spiegel meenemen. Misschien dat we daarmee de Fata Morgana, dat soort concreet gebouw, kunnen maken. Dat klinkt ergens in mijn onlogische hoofd erg logisch ofzo. Dat met een spiegel je de Fata Morgana zo en ik zo, bam, nu is hij echt ofzo. Want weet ik veel waarom dat zo werkt. Nee, nu zijn we hier opeens weer. Ik blijf het raar vinden dat mijn sleutel ook weg is en... Wat is dat uitroepteken? Nee, oké, we zijn hier weer. Erg logisch. Hier heb ik ook nog niet alles verkend waarschijnlijk, toch? Nee, precies. Dit zal wel iets met de carnavalattractie te maken hebben. En dit. Maar dat is mooi. Dan lopen we nu hier maar naar beneden. Hoe heeft deze game ooit uit kunnen komen?
je naar Rattan en Pantagruel. Oh nee! Wat de... Wat? Dit gaat mis. Wat? Maar... Oké, okay, maar... Oh, lotgenoot, het gevaar is nu wel heel erg groot. Soort zwiemer niet stelen opeens. Het is gelukt. Ratten, wat ben je toch geweldig slim. Ja, dankjewel, maar... Wat doet hij? Steelt hij items van je of zo? Ja! De spiegel is nu weg! Wat is dit spel? Wat is dit spel? Ik wil weg hier! Oké, okay, ik ben weer bij de Fata Morgana. Maar de spiegel is weg. Oké, okay, wacht. Ik kan nu belletje bel erbij halen. Want ik zag daar geloof ik in E van de Efteling staan. Als Pardoes even een stapje opzij doet... Dan kan ik erop klikken. Anders dan lopen we hier een keer naar links. Ben ik daar al geweest? Oh, dan opeens is het spookslot wel weer naar links. Ik snap er zo niks van, echt. Hè? Maar ik kon daar eerst alleen naar beneden. Rechts hiervan staat zeker weer die boot, toch? Gewoon even dat ik in mijn hoofd een beetje snap wat er aan de hand is. Mijn spiegel! Ja! Maar alle voorwerpen verschijnen en verdwijnen gewoon door de hele game heen weer ofzo. Oké. Okay. Hou die gedachten vast, Pardoes. We lopen terug. Ik hoop nu wel dat dit daadwerkelijk een ding is, hè. We lopen weer omhoog. Very nice, very nice. Dan pakken wij de spiegel. En die gebruiken wij. Ja! Pas op. Die naar Ratten en Panten gooit. Oh nee. Dit gaat mis. Olaf, Olaf, Snorre, lotgenoot. Het gevaar is nu wel heel erg groot. Dit is me gelukt. Ratten, wat ben je toch geweldig sluw. Ik heb zo mijn best gedaan om in dat fucking kasteel binnen te komen. Is het die ene plek waar ik al was? Blijkbaar kun je hier gewoon heen. Dat is mij nooit verteld. Beetje bij beetje. Ik heb in ieder geval de sleutel weer terug. Die is denk ik voor het doolhof. Dus als we nu een paar meter kunnen lopen zonder dat die fucking rattenman voorbij komt. Dan kunnen we misschien daadwerkelijk naar het doolhof toe en daarin. Ik weet ook 100% zeker dat tegen de tijd dat ik eenmaal die poort heb gevonden, ben ik al lang alweer die rat tegengekomen die mijn sleutel steelt. Dus waar doe ik het eigenlijk nog voor, toch? Oh ja, dit was ook een plek in de game die bestond. Ik zou het bijna vergeten. Ja, nee, hier snapt ook niemand wat van. Dat is prima. Misschien moet ik dan toch hier die pijp in en moet ik toch een klein beetje beter gaan begrijpen hoe dat grottensysteem daar werkt ofzo. Het lijkt zo erg op elkaar. Nou, er is een verschil. Hier hangt de fakkel links. Ik ben nu wel gewoon van de ene ruimte in exact dezelfde ruimte beland. Hè? Ik loop dan naar rechts. Waarom heb je twee keer dezelfde... Oh, dus je kan eigenlijk alleen omhoog. En dat is dan, ja, zeer waarschijnlijk waar we net vandaan kwamen. Hoe is het zo moeilijk voor mij om gewoon door het park te navigeren? Oh, nu zijn we hier! En opeens kan je omhoog? Kom, kom, mijn vriend. Wat is dat nou weer dan? Zorg dat je de oplossing vindt. Pas op! Het riekt hier naar Raptor en Pantagruel. Nee. 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 Dit gaat fout. Als ik hem vaak genoeg klik, gaat hij dan weg ofzo? Olaf. Is dit goed? Lotgenoot, het gevaar is nu wel heel erg groot. Oh, dat... Het is me gelukt. Ratten, wat ben je toch geweldig sluw. Nee man, ik ga nu gewoon heel eerlijk met jullie zijn. Ik snap er geen bal van. Yo. De sleutel. Heel goed, heel goed. Ik ga nu denk ik gewoon oprecht weer quick travelen naar zeg maar, de main hub. En dan gewoon net zo lang daar in pijpen duiken tot ik zeg maar bij het labyrint uitkom op magische wijze. Want ik weet gewoon niet hoe ik daarheen moet lopen. Alle wegen leiden voornamelijk terug naar ja, deze hoofdkamer ofzo. Ik snap het ook niet helemaal. Misschien moet ik toch nog een keertje goed kijken in dit boek. Aangezien die heeft me ook geholpen met deze geheime gang. Daar staat ook iets omcirkeld en je hebt daadwerkelijk weetboeken. Ik dacht dat hij zei weekboeken. Misschien moet ik kijken in de weetboeken. Oké. Wat is dit dan? Pardijntje is strik. Pietertje muis is kaas.
Ja, deze personages kun je hier pakken en dan in je inventory stoppen. Waarschijnlijk moet ik Pietertje Muis gebruiken op de kaas. En dan gebeurt er iets, want logica... Oh, in één keer wordt er wel heel veel vage shit mijn kant op gegooid. Ze geven hier inderdaad een beetje aan dat als je in de put gaat, kom je er ergens anders weer willekeurig uit. Als je op de E drukt, dan komt een belletje, had ik reek door. Ik heb geen idee wat dat is. Nog meer hele vage notities. Ze leggen ongeveer de hele game gewoon uit via dit boek of zo. Spookslot, iets met de grafstenen. Vervolgens moet je erin gaan en iets aansteken met lucifers die ik niet heb. Er is iets van een haven, daar moet je iets doen met baby pardoes en een zaag. Gebruik de spiegel om Fata Morgana in te gaan. Zelf ontdekt, hier heb je de aap van carnaval. Iets met een banaan, maar natuurlijk hier iets over. Gebruik de fietspomp om de boot op te pompen. Dat idee had ik ook, maar kom er niet bij. 4 keer vis. Paddenstoel, sleutel voor poort. Leek me ook al ergens een soort van logisch. Hey! Mogen nog dat werk bij Monsieur Cannibal komen? De geheime combinatie is rood, geel, groen, blauw, paars. Volgens mij was de sleutel die we net zagen een andere sleutel. En is de juiste sleutel voor Villa Volta. Maar natuurlijk, deze man heeft een paddle. Daar moet je blijkbaar gewoon even op klikken. Tuurlijk, en je kan de kleding wisselen. Maar wat je ermee moet doen, niemand weet het. Zoveel informatie. En iets met een bloem en muzieknoten van laag naar hoog. Oké. Ik weet voor nu eventjes genoeg. Ik zou graag verder gaan met mijn leven. Misschien kan ik hier nog wat mee doen? Oh! Oké. Dan is de enige vraag die ik nog heb. Wat doet dit ding? Ik wist dat! Er is daar zeer zeker een geheime gang achter. En die gaan we zeker meteen even nemen. Waarschijnlijk komen we weer uit in een heel ander deel van dat prachtige, machtige, mooie Efteling. We doen het samen. We weten in ieder geval één extra dingetje momenteel. Als we naar de Fata Morgana gaan, moeten we de muis op de kaas gebruiken. Blijf het nog steeds raar vinden dat ik zo mijn big brain heb gebruikt om dit Fata Morgana ding in te kunnen. Terwijl je kan daar ook al op andere manieren komen. Oké. Dan laten wij de kaas zien. Graaien wij in ons zakje. Pakken we deze klootzak. Boom! Waarom krijg ik weer een voorwerp? Wat zal meteen toch gejapperd door die irritante fucking gozer. Ik hoop maar dat dit voorwerp daarop kan dan. Toch? Pardoes, is dat... Of is het voor het spookslot of zo? Ze ziet het er wel een beetje uit als wat bedoeld is voor het spookslot. Oh! Oh! We hebben 1 van de 8 badges te pakken. 1 van de 8 smaragden. De game is voor 1/8 uitgespeeld. Het is allemaal zo logisch, als je het maar begrijpt. Dit is fantastisch. We hadden meteen de sleutel even meenemen, want ja, je weet maar nooit. Pas op, er riep hier naar ratten en Oh nee. Ik heb dus een ideetje, wat als ik dit doe? Dit gaat mis. Oh nee. Alle twinkels juist. Oké, dus als je zo'n toverdrankje hebt, kun je de rattenman weghalen. Daarom staat er zo'n groot uitroepteken als hij weg is. Dus ik heb eigenlijk weer een nieuw toverdrankje nodig. Oftewel, belletje bel. En weer zo'n extra toverdrankje mee. Hartstikke mooi. Ik ben echt maar gewoon wat aan het doen. Het ding is, de game legt niks uit. Niks, je hebt gewoon een boek met een paar plaatjes en vanuit daar moet je alles begrijpen ofzo. Dat is logisch, dat zo games werken nou eenmaal. Voor slimme kinderen. Hey! Ik ben opeens in de Marrenrijk! Ik weet niet hoe ik het voor elkaar heb gekregen, maar... Oké, dan. Laten we hier naar achter lopen. Oké, is het Indische waterlelies type shit? Ik vind het best wel cool en spannend. Zullen we gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Beetje bij beetje. Oké, wat ik meteen zie is, je hebt hoge en lage noten. En we hadden eerder al gezien dat je een soort oplopende trap moet maken. Dus de vraag is vooral, wat is de laagste noot? 2, denk ik. Je kan verder zoeken. Het is maar, wacht, laat het even staan, wacht. Ik zal hem even zo laten staan, ik kan even kijken. Dus je moet echt pen en papier pakken hiervoor. Ik denk dat ik het heb. 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7. Ja, dat is wis. Dat is wis.
Dit is ziek. Kijk eens aan. Ben de game gewoon aan het 100% hier, hoor. Kom. Speciaal voor jou, kijker. Speciaal voor jou ben ik aan het strijden door de game die nog nooit door iemand is uitgespeeld. Ik ga hem uitspelen. Al moet ik uren vechten, strijden, janken, bloeden, zweten. We moeten door. Oké. Oh, dat is het niet, blijkbaar. Ik heb het er net gedaan. Oh, 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 oh! Wat pardoe je nu? Dit is ziek. Oké. Pas op. Het riekt hier naar ratten en pandagor. Godverdomme. Rot op, joh. Hey. Boef. Oprotten. Oké. Okay. Ik had geloof ik iets gezien over pardijntje gebruiken op de strik. En iets over een munt in de kist stoppen, geloof ik. Ja, we moeten nog iets ondernemen hier, geloof ik. Het hele mod klipt ook weg, zag je dat? Nee, dat is prima. Dan halen we gewoon weer eventjes belletje bel erbij. En dan, allemaal bullshit. Halen we even een pardijntje erbij, toch? Tuurlijk. Oh, meteen even een nieuwe toverdrank meegenomen, want ja, je moet toch wat of zo. Ik had eigenlijk zulke andere plannen voor deze game. Ik denk, oh, het zal vast niet heel moeilijk zijn als ik helemaal een doorontwikkeld brein heb. Ik kan een beetje vertellen over hoe ik in Disney was en hoe ik heb gezien hoe iemand daar gepijpt werd op de wc. Maar nee, dat zijn verhalen voor een hele andere keer, joh. We zijn hier belangrijke gamer dingen aan het doen, dat is hoe het is. Kijk eens, ik hoef het in ieder geval niet nog een keer te doen, dat is fijn. En vergeet niet, waarschijnlijk kunnen we zo meteen bij Monsieur Cannibal met die code ook gewoon al een nieuwe smaragdje claimen. Dus dat gaat allemaal hartstikke snel, joh. Voor je het weet zijn we klaar met deze gimma. Als het goed is moet ik deze chick hierop gebruiken, toch? Dat wil niet helemaal. Ja, dat is vis. Ja? Oké. Cool. Lotgenoot, het gevaar is nu wel Wat? Wij moeten nog een muntstuk bij. Maar de vraag is meer, hoe kom ik aan dat muntstuk? Ja, geen idee joh, weet ik veel. Nou, dan lopen we gewoon nog heel eventjes door. Oh, Villa Volta. Ik geloof dat ik daar een sleutel voor had, geloof ik, of niet? Trammeland, tovertwinkels, dit is niet goed. Nee, het is niet best inderdaad. Dat vervloekte huis, man. Dat vervloekte huis. Hier met die sleutel. Hatsa. Heel goed. We gaan verder. Hoppa. Het schiet daadwerkelijk op. Het schiet daadwerkelijk op. Als je de game helemaal snapt, dan snap je hem echt hoor. Poe, 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 poe. Er was iets met een ketel en een vuurtje hier, geloof ik. Als ik de weetboeken mag geloven. Ga dat plaatje van die guy. Oh, oh, oh. Oké, waarschijnlijk moeten we het plaatje van Hugo hier eventjes compleet zien te maken. Dat is wel leuk, dat kan ik daadwerkelijk wel. Ah, dat ging verrassend goed. Bats boom. En nu? En nu? Oké. Hij ligt in het vuur. We hoeven alleen maar denk ik het water te pakken. Het is helemaal naar je inventory toe. En dan vanaf je inventory op het vuur. Ja, ja, pak hem, pak hem, pak hem. Lekker! Woe! Kunnen we niet meteen even een kaars meenemen om in het spookslot die kaars mee aan te steken? Nee, tuurlijk kan dat niet. Dat zou te makkelijk zijn. En dan is het niet leuk meer. Maar oké, Villa Volta, redelijk snel geklapt. Erin, eruit, hoppa. Had ze plat. Zou er hier links nog iets te doen zijn in het Marrenrijk? Oeh. Oké. Die banaan nemen we lekker mee voor het aapie. Dat is hartstikke mooi. Ik gok dat zo meteen de trollenkoning een symbool speelt. En dat ik dan een soort tegensymbool moet spelen. Waarvoor ik gewoon het hele trollenalfabet uit mijn hoofd moet leren. Of gewoon, ja, mijn smartphone gebruiken en er een foto mee maken of zo. Maar dat hadden die kinderen vroeger niet, joh. Trammeland, tovertwinkels. Dat is niet goed. Je kan verder zoeken. In de weetboeken. Oh, er staat daar linksboven een woord. Degaf. Oh. Oké. Nee, degaf. Dat kunnen we waarschijnlijk vertalen naar trollenkoning worden. Oké, dat was prima. Dat is prima. Oké. Ik heb er eventjes een fotootje van gemaakt. En weer terug naar die sukkel. Die naar Ah, godverdomme, heb je die guy weer. Wacht.
Yes! Oprotte teringlaaier, je hoerenmoeder. Yes, we zijn er. Oké, okay, echt zo hyped voor het uitspelen van deze game. Echt. Kleine Rick zou zo trots zijn. Ik heb nog nooit ook maar één van die edelstenen weten te verzamelen. Gaat ook helemaal nergens over, joh. Oké, okay, we gaan D-gaf proberen te spellen, geloof ik. Zo. Zo. En als laatste, die. Wow, heel goed. We gaan verder. Subscribe ja, vindt munt. En geef die aan de draak. Dan loopt de draak niet vaak. Oh! Maar, oh! Als er nu ook nog iemand mee, dan gewoon aan tegen twee. Oké, okay, vind de munt en geef die aan de draak. Dat wist ik al. Hebben we nou echt alleen maar aan dat ding zitten draaien voor een fucking tip? Een fucking tip? Ik verwachtte minimaal dat je mij de munt ging geven ofzo. Die vindt de weg weg. Jezus, gast. Wat een arrogante hondenlul is die guy. Echt, hoor. Hier heb ik toch helemaal niks aan? Hier heb ik toch precies niks aan? Nou. Nee, het schiet weer helemaal niet op. Zoals altijd, eigenlijk. Oh, huh? Daar kan je... Hé, maar, waar ben ik? Hele simpele vraag hoor, maar waar de fuck ben ik nou weer beland? Meer Efteling? Zo fucking groot allemaal ook. Oké, okay, dit zou op te lossen moeten zijn. Voor mij zit hier iets over in de weetboeken, man. Ah, rot op. Waarom zit die guy überhaupt in deze game? Fuck hem, echt. Oprotten. Ik heb belangrijkere dingen te doen, grap. Oeh. Aha. De Python. Ik heb het gevoel alsof hier met wild klikken ook nog wel ver gaan komen of zo. Wat is er hier aan de hand, joh? Ja, dat is Wis. Dat is zijn design momenteel. Oh, je moet gewoon kijken welke is hij momenteel. Met een beetje vrij weinig tijd. Oké, dat is wel te doen. Boven. Klik. Een assistent waardig. Had ze flats? Oké. Binnen een munt. Oh. Zo. Is die voor mij? Voor mij? Ja, dit is de steen. Kom op, we gaan weer. Ja hoor. Boom. 3 van de 8. Oké, dit is wel echt progressie in het tweede deel van deze video. Het begin was echt alleen maar schelden. Nu is er alleen maar productiviteit. Oké, hier hebben we sowieso die baby chick nodig. Maar waarvoor? Een paar planken, oké. Ergens nog wel logisch om een brug te bouwen, zou je bijna zeggen. Gaat goed. Komen nog een paar plankjes tekort. Oh, daar ligt er nog eentje. Dit was flink pittig, maar toch, als hebben we het gehaald. Kom, belletje, fuck! Bel. Die vindt de weg. Ik wou op die kruik drukken, maar ik druk de bocht op een belletje. Oh, belletje, bel. Had helemaal niet gehoeven, joh. Nee. Nu kan ik meteen even een nieuw flesje rattengif meenemen. Ik vind het grappig hoe ik niks van de game snap, maar toch gaat het vlotter en iets minder kut ofzo. Ik kom nog steeds iedere keer op een hele rare willekeurige plek als ze door die deur heen gaan, maar toch... Ze teleporteren momenteel iedere keer deze kant op, om ze weten wat ik wil ofzo. Kom, mijn vriend. Zorg dat je de oplossing vindt. Ik kom er dus zojuist pas achter dat je wel gewoon kan teleporteren door op deze handen te klikken. Pardoes is vaak zo vaak aan het praten. En het werkt dus alleen als je echt precies op dit puntje klikt, niet daar. Zorg dat je de oplossing vindt. Ik teleporteerde dus net per ongeluk. Dat is wat ik deed. Nee, het is heel cool zo al die pijlen. Maar ik dacht dat meer gewoon was, joh, het is ergens die kant op. Maar je kan er daadwerkelijk mee teleporteren. Ook dat is gewoon weer legendarisch slecht aangegeven. Nee, oké, dat is prima. Welk rijk moesten we zijn? Volgens mij zit de Python in het Ruigrijk uit mijn hoofd. Ja, precies. We waren bij die haven bezig. Dat ging een soort van goed. We moeten ook nog iets doen bij die oldtimers. Maar ik heb geen idee wat. Ik had even in het boek kunnen kijken. Maar ik had tegelijkertijd echt totaal geen zin om dat te doen. Ik ben benieuwd of ze maar hier en daarheen gaan nog iets anders doet. Oh, je kan daar niet heen. Dat maakt in ieder geval een stukje duidelijker. Gaan we lekker naar de boten toe. Voor de duidelijkheid, de Vliegende Hollander bestond nog lang niet toen deze game uitkwam. Dus ik weet niet echt waar de schepen naar refereren. Welke attractie het voor zou moeten stellen. Ik heb geen idee. Mij niet bellen.
Je hebt hier ook nog een putdeksel, maar ik waag me er liever niet aan. Laten we lekker naar de boot toe gaan, kijken wat daar aan het handje is. Iets met die baby, iets met een zaag. Ja, toch? Oké, dan. Ziet er allemaal hartstikke duidelijk uit. Niet ratten. Godverdomme. Ik heb geen rattengif bij me. Wat ga je doen? Al mijn shit stelen, dat gaat hij doen. Het gevaar is nu wel heel erg groot. Oh man, oh man, oh man. Het is me gelukt. Ratten, wat ben je toch geweldig slim. Nee, dat ben je niet. Je bent een teringlaaier. Oké, wat zijn we kwijt? De banaan. Oké, balen. Die eventjes daarop gebruiken. Lijkt echt bijzonder weinig te doen. Ik kan verder zoeken in de weekboeken. The fuck? Hey, een munt! Een munt! Ja! Ja! Oké. Kom mee, als ik klaar. Weet je wat? Fuck deze shit. Eerst even dat andere ding claimen. Belletje bel! Please! Red me van deze pauperzooi! Wisselen we gauw even terug naar deze spangen dame. Ik vind het ook zo irritant dat dit soort animaties gewoon de hele tijd opnieuw getoond moeten worden. Zo van bro, ik ben hier al 10 keer doorheen gegaan. De eerste keer was het nog een soort van cool ofzo, maar nu is het gewoon, ja... Nou, schijt irritant. Ja, toch wel, toch wel. Ik kan me ook voorstellen dat deze video niet per se heel interessant is om te kijken. Want het is alleen maar ik die gewoon heel gefrustreerd is. Ja. Hier, munt. Heel goed, we gaan weg. Oh. Bedankt. Nog 4 te gaan, gamers. Kom aan, kom aan. Oké. Je kan de zaag dus soort van toch wel pakken door de baby erop te... Oh, want je kan er niet bij ofzo, want je hebt geen armen. What the fuck? Oké, ik moet dit nog openen, geloof ik. Metalen tralies. Iets in mij zegt... Dat het een heel dom idee is, maar dat ik toch de zaag moet gebruiken. De hele boot is van hout. Best wel iets logisch om een zaag op te gebruiken. Maar de ene ding van metaal, die moeten we hebben. Nee. Nee. Geen commentaar. Nee, maar gewoon oprecht gewoon geen commentaar. Wat is dit? Ik zie nu trouwens ook dat je per rijk voor mij 2 edelstenen hebt. Aan de kleuren en zo. Waarschijnlijk hebben we dan 2 groene, 2 rode. Oké, dus ik heb nu dit hele gebied, het gebied waar ik echt het minst ben geweest, heb ik nu gecleared. Misschien zit er nog iets achter die deur. Ik kon er net niet echt op klikken, maar misschien is ik heel specifiek. Tuurlijk, het zijn die hele kleine klikgebiedjes. De lucifers! Top! Naar het spookslot! Kom, kom, mijn vriend. Zorg dat je de oplossing vindt. Oh, ik moet meer shit doen? Ik dacht, er komt in één keer gewoon een spook aanlopen. Oeh, wil je nog een edelsteen? Oeh, ik dacht dat je ze verzamelde. Ah, nee, het is iets gecompliceerder dan dat. Kom, kom, oh, 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 oh! Zorg dat je daar, daar, daar! Pardoepiedoe nog aan toe. Pardoepiedoe, pak dat ding! De tegels in de vloer zien er wel heel klikbaar uit. Misschien daar gewoon een beetje op rammen of zo. Oh! Oké, niet bang zijn. Oh! Goed zo. Ah, dit is sowieso iets wat je weer via dat boek moet doen waarschijnlijk. Een of andere ingewikkelde combinatie. Niks aan de hand. Het klinkt ook zo kut. Je staat in de weg, bro. Het gaat goed. Je staat voor hetgene waarop je probeert te klikken hier, Pardoes. Ja, arrogante zakkolen, echt hoor. Kom belletje bel. Nee, kak! Nee! Hoerenzooi! Ik weet eerlijk gezegd niet precies wat ik doe, maar het gaat best wel goed ofzo. Niet bang zijn. Gewoon een beetje wild klikken. Goed zo. Hoppa. Hartstikke mooi. Kun je even terugkomen met die edelsteen alsjeblieft. Wat? Ik was lekker aan het wachten. En nee, nu is Pardoes dood. Hele game voorbij. Wat nu? Nee, maar echt, wat nu? Nee, maar echt. Waar is Pardoes, bro?
Oh, oké. Okay. Tuurlijk. Oh, dan opeens moet ik dit kasteel shit weer opnieuw doen. Als ik fluit, dan nou even bullshit. Die vindt de weg wel. Nee, rot op. Oh, oké. Okay. Yo. Kom maar aan, schat. Ik hoef niet te tanken. Dag. Nee. Gaan we nu ook zeggen dat ik al mijn edelstenen kwijt ben, of wat? Oké. Okay. Oké. Okay. We kappen ermee. Doei. Kan zijn. Er is niks aan de hand. Kijk, zie je? Niks aan de hand. Wow! Wat? Ik wilde eigenlijk opgeven. Ik dacht, fuck deze game. Ik heb de hele game weer opnieuw opgestart. Heb gespeeld tot dit punt. En nu naai je me nog een keer? Dit is onmenselijk. Dit is onmenselijke... Tering! Ik vond het toch een beetje lullig voor jullie, weet je wel. Ik had zoiets van, ja, het is ook zo stom, je bent de hele video aan het kijken. Dan wil je ook het einde van de game zien ofzo. Ik ga het nog één keer proberen. Eén laatste keer. En anders kan Pardoes letterlijk dood. Ik koop een heleboel van die Pardoes poppen. En die ga ik allemaal steken met echt hele nare messen. Gewoon allemaal frustratie kwijt te raken. Fuck deze nar! Ik had zo niet verwacht dat ik vandaag de hele dag lang... deze fucking Pardoes game aan het spelen zou zijn. Maar weet je, het leven kan raar lopen. Zo zie je maar weer. Soms is het gewoon even het leven van de YouTuber. Ja joh, ja joh. Oké, tot nu toe gaat het in ieder geval soort van goed. Zijn reet dichtbij. Het gaat iedere keer een beetje mis wanneer ik probeer op het gras te klikken. En dan klik ik blijkbaar op een soort gat. En dan zegt de game, nee, sorry Rickert. Nu ben je dood. Je bent er bijna. Ik moet daar nog heen, toch? Toch? Nee, voor de zekerheid. Dat is wie me de vorige keer ook op dood gemaakt, zeg maar. Ik kan ook daar gaan staan. Wat? Wat? Oké, nog één keertje dan. Nog één keertje dan. Ik heb even een beetje zitten kijken op YouTube. En de truc lijkt te zijn dat je gewoon hier blijft staan. Gewoon niet doorloopt, maar gewoon wacht tot de edelsteen naar je toe komt. En dan... Ah! Ik heb hem, toch? Het is voorbij. Ik heb gewonnen. Nou ja, ik moet nu alle andere edelstenen ook weer pakken en vanaf daar de video voortzetten, maar... ik hoef deze bullshit nooit meer te doen. Ik hoef nooit meer naar het andere rijk. Fuck dit spel. Misschien moet ik mezelf even wegteleporteren vanaf hier. Hoe laat ik belletje bel komen? Soms zijn die Efteling logo's daadwerkelijk nog best wel leuk verstopt in de levels ofzo. Dames en heren. Fantastisch nieuws. Ik heb het grootste deel van mijn bullshit weer terugverzameld. 6 van de 8 edelstenen en mijn geliefde banaan. Waar de fuck is de carnavalattractie? Dat zal wel ergens in het reizenrijk zijn, of niet dan? Hier misschien een keertje naar links richting het clownsneusje? Zijn we nog een enkele keer geweest en hoppa! Oké. Nou, ik had al vernomen dat deze guy heel erg zin had in een banaan. Heel cool. En dan kan je deze poppetjes verschuiven. Waarschijnlijk moeten ze allemaal een bepaalde kant op staan. Een soort combinatie. Ah! Tuurlijk joh, boeien. Het werkt allemaal een soort van joh. Het zal ook allemaal wel. Dit is niet hoe ik mij de carnavalattractie herinner. Maar oké. Lekker puzzelen. Dit is wel voor de verandering daadwerkelijk een beetje een moeilijke puzzel. Ik weet vooral niet echt waar ik wil beginnen ofzo. De stukjes zijn allemaal ja, best wel kut. Ja, dat is wel leuk voor de verandering en uitdaging. Ik zie al iets. Deze punt zou minimaal hierin moeten passen. Voilà. Vanwege niet nader te noemen privéreden heb ik zojuist een klein stukje uit de video geknipt. Laat ik het zo zeggen. Ik heb hier 3 keer langer over gedaan dan ik graag toe zou willen geven. Om een of andere reden ja, is puzzelen voor mij met mijn kleine mierenbrein toch ietsje moeilijker dan je zou denken dat het zou moeten zijn. Ik had me vooral heel erg aan het focussen op dat gat, maar dat stukje heb ik blijkbaar gewoon niet. Dat is voornamelijk waar het misging. Ik heb dat stukje wel. Waar ook? Huh? Ligt er nog ergens onder of zo? Wat? Waar is dat stuk? Wat? Ik dacht ik moet die emmer pakken, dat is het doel. Nee.
Ze zijn verdwaald in de fuik die bedoeld is om advertenties te verkopen. Ik zou bijna zeggen, Lange Fransie, kom terug van je fabeltjesvakantie. Kom, ja! Nee! Iedereen vindt dat. Ik heb de game gemold, geloof ik. Waarom de F ga je dit spelen? Ik wist niet van tevoren dat het zo kut ging zijn. Ik wist wel dat het kut was, maar ik wist niet dat het zo kut was. Maar nu moet hij af ook. Ik vind het stom om zo diep in de video op te geven. Dus jullie kijken nu gewoon even naar ik die gewoon het begin van de game weer doorspeelt. Kan je mijn naam zeggen? Nee. 500 euro doneren. Ik ben echt totaal niet in een goede humeur. Ik ben in jaren niet zo chagrijnig geweest als nu. Loop naar rechts! Nee, maar echt naar rechts. Zeg maar, come on. Gozer wil ik gewoon nergens meer heen ofzo. Breek de disc. Ik wou het doen, want ik bedacht maar ik heb de game gedownload. Ik kan niet eens de disc breken. Ik kan oprecht niet verder op dit punt voor mij. Voor mij heb ik het weer gesloopt. Nee, voor mij moet de game gewoon weer restarten. Ik heb gewoon te royaal geklikt. Wat is dit? Hel. Letterlijk hel. Nee, dan starten we de game gewoon nog een keer op. Dat is prima. Ik heb toch niks beters te doen vandaag, toch? Nee, precies. Stop met dit spel en ga gezellig streamen. Nee, niet Thomas. Don't tell me what to do, you little bitch boy. 500 gift en stoppen met deze game. Het is of de game uitspelen, of 500 gifted, of gewoon mezelf een kant maken. Het is één van de drie. En helemaal klaar mee. Krijg je zo'n kop aan van? Woo! Let's go! Dat is een compliment. Ernst en Bobby maken prachtige, mooie muziekstukken. Met heel veel emoties. Oké, we hebben de derde diamant. Pretty good. Dit is oprecht de meest onlogische game ooit, maar ik heb er een soort logica in gevonden. Dit is echt 100% de matigste streamer. Dankjewel, Julian. Dat vond ik dus zelf ook. Huh? Maar ik heb er toch al vier? Hè? Ik hoorde toch vier te hebben? Welke mis ik? Hebben die bij het spookslot niet gepakt? Godverdomme. Nee! Kak, kak, kak! Pak de steen. Pak de fucking steen. Bro! Ding, nou echt. Er bestaan gewoon geen goede Efteling games. Dat is wel een beetje de conclusie inderdaad. Yo, waar is de steen? Dit is een officiële Efteling game. Je zou het misschien niet zeggen, maar dit is van de Efteling zelf ofzo. Wat is dit voor een kutspel? Exact! Mijn gedachten al de hele dag. Poepoe. Hey, hey. Nou, nou. Woehoe. Dit was kut. Op meerdere niveaus. Maar je krijgt er wel wat voor terug. Wat zit er in die iglo? Zeg het me, Pardoes. Ga je niet menen dit? Ga je niet menen dit? Nee, dit is een soort random tunnelsysteem waar je gewoon naar random punten van de game wordt gewarpt. Ik had de emmer mee moeten nemen, dat wist ik. Maar ik dacht, misschien zit er ook nog iets in dat plekje daar. Als ik nog een keer nu opnieuw die puzzel moet maken, hè. Ik ga echt oprecht iets kapot maken. Ik weet nog niet wat. Maar er gaat gewoon iets op mijn kamer kapot. En hopelijk iets duurs. Ach, gelukkig. Gelukkig. Oké, okay, we hebben de emmer. Dan vraag je je misschien af, waarom hebben we een emmer? Oh, kut, dan moeten we even terug. Die rat gaat ons zo nakken. Vraag je je misschien af, waarom hebben we die emmer? Om emmerachtige zaken mee te doen. Moet je checken, moet je checken, moet je checken. Het riekt hier naar ratten en pandagoor. Nee! Oh, nee! Hier was ik zo bang voor. Ik heb geen rattengif meer. Dus nu gaat deze guy, ja, mijn emmer jatten. Neem de spiegel maar mee, arrogante anus. Ja, 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 kom maar dichterbij. Oh nee, dit is niet cool. Tafelsrat, echt hoor. Ah, heb de emmer meegenomen. Terug! Terug! De emmer ligt ergens anders. In de hele Efteling. Oh nee. Hij is weer gecrashed. Ik kan niks meer. In de zoektocht naar die teringemmer. Is het weer stuk? Ja, ik begin wel helemaal opnieuw. Is op dit punt ook gewoon sneller, denk ik. Nee, ik gooi de video niet in de prullenbak. Ik gooi jou in de prullenbak, Bill. Jij snapt niet wat dedication is. Nee, dat is prima. Maar weet je wel, jij staat gewoon nergens voor. En dat is gewoon wie jij bent. Je kunt wel niet boos worden of zo, maar het is wel gewoon heel duidelijk. Nou, je snapt in ieder geval nu de mentale pijn en waar ik doorheen ga, toch? Je snapt in één keer dat het leven van de streamer gaat niet over rozen. Alsof het niks is! Ik ben alweer een uur bezig, jongens. Een uur.
En ik ben nu weer op het punt waar ik een uur geleden was, namelijk de ijspuzzel en de bijbehorende emmer. Ik pak de emmer op. Lekker. Waar is de emmer eigenlijk voor? Dat weet ik daadwerkelijk. Die is voor Monsieur Cannibal. We gaan nu die kant op en hopelijk wordt onze emmer niet gestolen. Oké, het komt er dus op neer dat je de vuurtjes volgens mij moet doven op de volgorde die we in het boek van de wijsheid gelezen hebben. Dus we pakken nu zo... Ja, ja. Pakken de emmer. Die vullen met water. Dan doven we eerst de rode pot. Dan de gele pot. Dan de groene pot. Dan de blauwe pot. Dan de paarse pot. Dit is echt iets wat kinderen sowieso hadden kunnen ontdekken. En daar komt hij dan, hè. Monsieur Cannibal is helemaal niet racistisch. Hij heeft een edelsteen voor ons. Hoe is dat racistisch? Nee, maar echt, tussen jullie en mij. Hoe kan hij racistisch zijn wanneer hij geeft de gele edelsteen? Ik vind het maar haat, ik vind het maar haat. Nu moeten we, ik geloof, toch terug naar die fietspomp waar ik al de hele game niks van snap. Er moet hier iets te doen zijn, want Pardoes kan wel gewoon, zeg maar, de eerste paar stappen doen. Spring van boomstam 3 naar 5, we hebben dat ook al een keer geprobeerd. Aha! Het was dus toch gewoon dat. Skip boomstam 4. Zo lang overgedaan. Fietspomp is van mij. Woep, woep. Neem dat kutting mee. Pardoes, nee. Meenemen die zooi. We gaan nu doen wat mij diep van binnen logisch lijkt. We gebruiken de fietspomp op de boot. Toch? Toch? Maar natuurlijk. En dan kunnen wij met de boot naar de overkant. Naar de over... Beetje bij beetje. Oh, ik heb geen paddles. Ik kan tover... dank maken. Ik heb nog geen tweede R voor toverdrank. Hoe moet ik ooit toverdrank spellen zonder tweede R? De overkant. Dit heeft totaal niet een royaal aantal minuten geduurd. Nee, in één keer goed. Easy, zou ik bijna willen zeggen. Ja, waar we zoeken naar één woord, was het twee woorden. Wist ik veel. Nu zitten we al in een bootje, maar toch moeten we een wat andere bootje fixen. Hey, niet nu subben, bro. Dit zit in mijn video. Rot op met je shit. We hebben nu een boot en een paddle. Dit is zeer episch. Gebruik paddle op boot. En dan moeten we blijkbaar piranha's ontwijken als een iets wat kleine referentie naar een Efteling-attractie. En ik ga niet zeggen welke. Dit is echt tantoe saai. Het ziet er ook zo lelijk uit. Zo'n plaatje wat je om probeert te zetten in een soort 3D-level. Het maakt niet uit in welk jaar deze game is uitgekomen. Dit is sowieso gewoon objectief tantoe lelijk. Ik denk dat de Efteling zich lekker moet houden bij pretparken maken. Daar zijn ze wel goed in. Dit had gewoon niet gehoeven eigenlijk. Waarschijnlijk ook nog als één piranje raakt. Hele game over. Al je edelstenen kwijt. Begin maar weer opnieuw, joh. Stik er ook gewoon maar in. Nou, dit schiet lekker op. We maken meters. De moeilijkheidsgraad is ongekend hoog hier, moet ik zeggen. Nou. Ik heb het nog steeds niet gehaald. What the fuck? Ik begon al helemaal te praten, ervan uitgaande. Nee! Pardoes! Jij vuile teringlaaier! Ik moet wel zeggen, het gaat momenteel best wel goed. Nul piranha's op het bootje, hoor. Ik heb geleerd van mijn fouten. Pomp hem naar voren, Pardoes. Pomp hem naar voren. Op dit punt kan ik geloof ik gewoon geraakt worden door iedere piranha. En we halen het nog soort van. Denk ik. Aha! We hebben het gehaald, gamers. We hebben hier een hendel. Die is denk ik voor de auto die in het Ruigrijk staat. En misschien is er nog iets aan de andere kant van deze poort. Spiegel? Nou. Spant ook gewoon random voor mijn neus in. Nee, is goed. Neem me mee. Een emmer! Wat gebeurt hier? Dit is blijkbaar gewoon de plek waar spullen heen spannen ofzo. Waarschijnlijk is dat waarom ik die emmer ook niet kon vinden. Waarschijnlijk was hij hier... Een fietspomp! Oh! Ik heb voor mij gewoon te veel spullen bij me op dit punt. Dat verklaart zoveel. Laat die fietspomp maar liggen. Kan ik hier doorheen? Wat doet dit hier? Oh! Wat gaan we hier vinden voor moois? Zoveel moeite om naar de overkant te gaan. Om gewoon weer hier
terug te komen. Er wordt één grote grap met ons uitgehaald. Echt gewoon één grote grap. Het is ook niet heel duidelijk waar dit onderdeel mist. Maar het moet haast wel hier zijn. Het is het enige punt in de game waar ik nog niks heb gedaan. Ah! Ja, zo werken die auto's natuurlijk. Daadwerkelijk, volgens mij, denk ik. Hij doet het in ieder geval. Wat? Nu! Oké, klik op de auto. We gaan een fucking ramkraak plegen, geloof ik. Pardoes pleegt waar het ramkraak. Plank gas met die kar. We rijden de trollenkoning aan. Oké, random grote open riolen. Kan gebeuren. Dit is me toch eventjes een hele goede minigame, als je het mij vraagt. Alles behalve scuffed. Nee. Niet de fucking punaises. Kut! Ik wilde te graag. Oh, ik moet sneller. Oké. Het ging ook echt wel moeilijk traag, toevallig. Dus. Oh! Laten we gewoon even deze snelheid pakken. Dit is gewoon schappelijk. Langs de fucking spijkers. Ah, misschien moet ik bovenlangs. Kut. Helemaal vergeten. Nee. Wat kut. Sneller. Ik kan niet snel genoeg van richting wisselen, man. Wat moet ik doen dan? Ik kan niet met de pijltjes doen, zo zijn. Je kan die auto daadwerkelijk het riool in boren. Dat is echt heel nice, maar dat is niet wat ik wilde. Langs de egel. Oh. Fuck! Wat een kutspel! Stop gewoon, amigo. Bro, ik ben op 95% van deze game ofzo. Hi, back. Oké. Lekker. Beetje remmen. Vaart er ook alweer inhouden. Oh, nu denk ik kan hij wel grote afstanden schuiven ofzo. Ik ben te langzaam. Moet het sneller? What the fuck? Come on, Pardoes. Come on. Door. Godverdomme. Oh, die guy in die rattenwagen ook echt. Daar is de finish. Ja. Woehoe. Heel goed. Heel solide. Oké, dan vind ik daar een sleutel voor dat ene doolhof. En daar zou dan waarschijnlijk de laatste edelsteen moeten liggen. En anders weet ik dat niet meer, man. Fuck deze game dan. Maar oké, we zijn er. Sleutel op die poort. Openen die troep. Erin, Pardoes, erin. Snel. Voor de game crasht, broeder. Pompen die zooi. Oké. En waarschijnlijk moeten we in het doolhof gerelateerde dingen doen. Beetje links, beetje rechts. Prima. Waar kijk ik überhaupt naar? Wat is het voor een kutdolf? Oké, nee. Dan ga ik naar links in dat geval. Jezus, gast. Van iedere verkeerde kant equals teleport. Oké, die kant. Oh. Wat? Maar kan ik alleen maar teruglopen hier? Het is een daadwerkelijk doodlopend eind. Kom, we gaan verder. Doe dan maar links aan het begin, Pardoes. Doe die maar. Gozer teleporteerde ik echt om de seconde. Weird flex noemen ze dat waar ik vandaan kom. De pauperzooi. Naar links. Ik snap er echt geen tering van. Omdat het zo onduidelijk is. Als ik nou gewoon van bovenaf kon kijken. Het is gewoon heel onduidelijk. Ik ben wel echt compleet verdwaald. Ik heb geen idee meer waar ik ben. Ik heb nul referentiepunten. Alles lijkt op elkaar. Het is alleen maar rechtergang. Rechts, links. Waar ben ik? Ik heb geen idee of ik voorin of achterin het doolhof ben. Het enige wat ik weet is dat ik koppijn heb. Kunnen we gewoon opeens het einde tegenkomen? Want anders maak ik er een einde aan. Wat is dit voor bullshit, joh? Het is ook zo verwarrend hoe hij iedere keer doet alsof hij van onder komt. Terwijl hij komt nog nu van boven. Hoe fucking groot is dit doolhof? Ik loop maar naar beneden en het gaat maar gewoon door ook. Loop ik heen en weer? Ik heb geen idee. Dit is zo onoverzichtelijk. Hey, dit is nieuw. Pardoes, ga naar links, bro. Ik voel deze. We hebben hem echt hard gegamed. Ik ben al 10 minuten lang gewoon wild alle kanten op aan het klikken. This could be it. Ah, kut. Oké, dus dan nu terug en dan naar rechts. Als het niet rechtdoor is. Je perspectief flipt dus de hele tijd met hoe je staat. Een soort POV. Je zit in het doolhof en je wil naar huis. Dat is een beetje wat hier aan de hand is. Hey, dit is nieuw of zo. Of is het begin? Niemand weet het. Pardoes.
Mag ik alsjeblieft uit de tolf? Kom mee. Please, laat me gaan. Bro. Stoppen nou. Hoe heb ik de uitgang nog niet gevonden? Gewoon puur bij kans. Als je gewoon wild klikt, moet het er wel een keer zijn. Yo! Dit is ziek! We zijn er! Gelukkig was ik daadwerkelijk zo slim om die laatste guy mee te nemen die je moet gebruiken op de harp. Anders hadden we helemaal weer teruggemoeten. Hatsa! Heel goed. Nu kunnen we naar het coole ding toe lopen ofzo. Doepie doepie doe. Ga maar heen, Padoes. Oké. Waarom heb ik überhaupt die stenen nodig? Als je kan teleporteren! Stel, ik was die guy wel vergeten mee te nemen. Helemaal terug, helemaal weer de dolf heen en teleporteert hij ons nog aan de overkant. Oké, Pardoes. We kunnen hier gewoon alle mogelijke combinaties proberen. We gaan gewoon weer binair doen. Dus voor de duidelijkheid, zo denk ik het ook bij dat spookslot. Deze staat voor 0 of 1. Deze staat voor 0 of 2. Deze staat voor 0 of 4. En deze staat voor 0 of 8. En dan ga je tellen. Dus zo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hoppa! Ik deed dat altijd in Minecraft met levers vroeger. Levers. Binair tellen. Daar is hij dan! De laatste steen! Come on! Yes! Woo! Kan ik weg teleporteren uit het doolhof toevallig? Dat zou echt wel heel tof zijn. Voor mij is dit hem, ja ja. Is het altijd een E van de Efteling verstopt op je scherm? Ik heb hem gevonden hoor. Padoep, die doep, die doep. Wat ik trouwens beter had kunnen vertellen aan het begin van de game. De edelstenen zijn een soort infinity stones. Er was een soort van rare kroon, waar ik echt helemaal aan het begin op klikte. Waarvan ik dacht, what the fuck is dat? What the fuck is dat? Hier moeten de Infinity Stones in. Oké, daar gaat hij dan. De laatste Infinity Stone. Ja! We did it! What happened? Niet die stinkrat. Oké. Ik moet nu de kroon op een van deze drie tafels leggen. En ik zag net een soort van flipendo swirly inderdaad. Dus ik neem aan dat hij gewoon daarop moet, toch? Game loopt echt moeilijk hard vast ook de hele tijd. Ja, de filmpjes werken gewoon niet echt goed in deze game, geloof ik. Baruch, niet die ellendige tovertwinkel. Wat walgelijk wonderlijk, waarom hebbelijk onmogelijk. Bij donker en duister, radar, rampzalige raad, luister. Dit roept om walgelijke wraak. Ach, wacht maar, Padoesje. Je bent nog niet van mij af. Bij zwelgende zwavel, dat zweer ik je. Ik, Pantagor, de allergrootste beest van het duistere kwaad. Oh, een enge gast. Want zonder dat hij dan op het einde vastloopt. Ik ga wel eventjes gewoon de beelden pakken van YouTube waar dit filmpje wel gewoon werkt. Ja! Gefeliciteerd, Sneutriest is officieel benoemd tot helper in het goede. Pardoes de tovenaar, dit kun je dan printen waarschijnlijk of zo. Via je printer die ik niet heb. Wat een topspel! We hebben vandaag één ding geleerd. De Efteling kan een hele hoop dingen, maar videogames maken is er zeker geen van. Ik ga deze game nooit meer spelen.
Maar ik heb toch een klein stukje van mijn jeugd afgerond. Was dit het waard? De hele dag met deze game bezig zijn? Nee! Zou je even kijken voor deze video? Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Want anders ga ik nooit meer zoveel moeite stoppen in een video. En dan zie ik je volgende week terug bij een nieuwe XXL gameplay. Tot dan! Doei!